Hallo allemaal. Hallo. Sorry dat ik even zo zat. Nou ja, je bent thuis toch? Wij hebben een pakje opgehaald. Dat is binnen 3 dagen bezorgd. Dat vinden we ongelooflijk hier in Zweden. Onze IcaFlow Delta is binnen. En die gaan we zo dadelijk unboxen met jullie samen. Nou zijn er heel wat mensen die hebben van alles geschreven hierover. Van wat gaaf tot en met het gaat je vreselijk tegenvallen. Hij kan helemaal niks. Er werden verschillende links naar me gestuurd. Naar ons gestuurd. Links over deze powerpack. En die heb ik bekeken. En toen heb ik uiteindelijk ook een link gevonden van iemand waarvan ik denk van nou die is het waard om rekening mee te houden. De enige die er volgens mij verstand van heeft, want die heeft hem helemaal uit elkaar gehaald. Alle componenten laten zien, helemaal in elkaar gezet, real-time. En daarna deed hij het gewoon weer. Dat lukt mij al niet eens met een nagelknipper. Maar in ieder geval deze man, die heeft allerlei tests gedaan en die heeft gegevens laten zien. En aangegeven waar je hem het beste voor kan gebruiken. En als je dat interessant vindt voor jezelf, ik zal het laten zien, dat is deze man. Hij, tenminste zijn kanaal heet in ieder geval Jehu Garcia, of Jehu Garcia. En dit is de link naar zijn video. Hier staat het adres. De titel is The Most Epic Review of the 1300 Solar Battery, IcaFlow Delta 1300. Hij heeft het dus precies over deze powerpack die wij gekocht hebben. En geeft ook precies aan waar hij goed voor is, geschikt voor is. En minder geschikt voor, want hij is een hele eerlijke gozer. En daar houden wij van. Oké. Okay. We kennen hem niet. Maar... We kennen hem niet. Nou, we gaan hem eens even bekijken. Wat er allemaal op staat op die doos, dat is trouwens ook wel leuk om te zien. Dat zijn allemaal van die waarschuwingen. En nou weten we natuurlijk niet of er mee gegooid is, maar hij ziet er eigenlijk wel goed uit. Hij is met DHL is die gebracht naar een ophaalpunt voor ons. En er was een heel klein meisje wat hem over de vloer naar ons toe schoof. Ze was net zo groot als die doos ongeveer. De meisje of die doos? Ja, samen. Ze zal ook een doos hebben gehad. Weet maar ja, oké. Okay. Nou is ook de vraag, waarom en hoe komt het dat hem aangeschaft hebben? Nou, we hadden een filmpje gezien van een jongen die allemaal kleine tiny houses in een bos maakt. En die deze powerpack liet hij zien. En dan liet hij ook zien wat hij allemaal opdraaide, hoe lang hij ermee deed. En toen zeiden we, hey, dat is wel wat voor ons in ons camper. Want wij zitten altijd dus met het probleem van stroomvoorziening. Dat we heel snel door onze batterijen heen zijn. En omdat je dus een gewone reguliere accu niet helemaal leeg mag trekken, zit dus constant onder stroom. En toen leek ons dit wat. Toen hebben we gezegd, nou, we gaan dus op zoek. Maar er is nog een reden, want we wonen hier in de bush. En we hebben toch vaak, nou vaak wil ik niet zeggen, maar het komt... Ik ga gewoon even naast Geertje zitten, dan zie je ons allebei. Het is veel gezelliger. Ja. Ga ik even wat omhoog zitten? Zo. Ja, zo. Ja. Maar we wonen natuurlijk op het land, in het bos. En nou zijn onze leidingen hier een paar jaar geleden wel ingegraven, elektriciteitsleidingen. Maar het komt best nog wel voor dat ze zonder stroom zitten. En dat is vaak niet langer dan een dag of zo, maar het gebeurt wel. En het is ook naar aanleiding daarvan dat we wel gesproken hebben over generators en dergelijke. Maar met de huidige tijden, als je kijkt naar de brandstofprijzen en de schaarste ook van brandstof. En als je een beetje eerlijk bent en kijkt naar de toekomst, dan kun je je eigenlijk ook nog wel voorstellen dat dat soort apparaten waarschijnlijk uiteindelijk verboden gaan worden. Omdat we allemaal naar de elektriciteit moeten. Toen hadden we zoiets van, eigenlijk is het gewoon slimmer om een apparaat aan te schaffen wat je op een schone manier kunt opladen. En deze IcaFlow Delta, die kun je opladen met zonnepanelen. En dat vonden wij een heel groot voordeel. Het is een lithiumbatterij. Hij weegt dus 14 kilo en die twee varters bij elkaar wegen 44 kilo en nemen 2 keer zoveel plaats in. Alleen dat al is een groot voordeel. Buiten het feit dat Geer dus geen scheidingsrelais hoeft in te bouwen
in de auto met het trekken van draden en zekeringen en plugjes en dat soort dingen. Dat hoeft hij allemaal niet te doen. Deze zet je neer opgeladen en je kan er gewoon al die tijd mee doen. Je kunt hem tijdens het rijden opladen in je aanstekerstopcontact. Je kunt hem als je ergens staat en waar je elektriciteit hebt, kun je hem gewoon via het net kan je hem opladen. Daar doet hij 1,5 uur over om tot 100% te komen. Daar is hij de enige van in zijn soort. Er is er geen enkele die dat kan. En hij kan dus met zonnepanelen opgeladen worden. En dat is voor ons eigenlijk een plus. Want we hebben ze nog niet. Maar dat is toch wel, denk ik, de toekomst voor ons. En er is nog een bijkomst gegeven waar deze powerpack dus eigenlijk goed is voor ons huis. Mocht het zijn dus dat het stroom uitvalt, je zet de hoofdschakelaar uit en je plugt hem gewoon in op een van de stopcontacten en ja, je huis heeft weer stroom. Ja, je kunt hem dus stroom laten leveren aan je net, aan je eigen lokale netwerk. En dat is ook allemaal haarfijn uitgelegd in verschillende reviews en dergelijke. Dus je kunt hem gebruiken als noodaggregaat. En wat met deze ook is, je kunt hem laten opladen of eigenlijk gewoon continu aan de stroom zetten. En daarop je bijvoorbeeld je computer inpluggen. Stel dat je IT'er bent en het is heel belangrijk wat je doet op de computer. Dat noemen ze een UPS-systeem. Dan als dan de stroom bijvoorbeeld uitvalt en jij zou het vreselijk vinden of het is funest voor jou als jouw computer zou uitvallen, dan neemt hij dus binnen, ik geloof een vierde milliseconde of iets dergelijks, neemt hij het over. Dus daar merkt jouw systeem niks van. En hij neemt gewoon de taken over. Hij laat dus, terwijl hij ook nog stroom afgeeft. En dat doet hij met een hele zuivere sinusfrequentie, waardoor dus je apparaten geen schade oplopen. Ik zou zeggen, laat hem uitpakken en ik kan altijd daar nog wat meer over vertellen. Ja. Trrrring, daar gaat hij. Unboxing. Unboxing. Ik heb een knife. You've got a knife. Dat is al een mes. Pineapple, apple, knife. Hoor je dat? Oh, dat klinkt crispy. Doosje open. En er komt een black box uit. Dat moet ik even zo zien. Wat hebben we besteld? Een black box? Een black box. Keep this box. Waarom? For returns. Als je denkt van ik vind niks, dan kan die terug. Oké, dan gaan we hem wel op de boven zetten. Ja. Dat is trouwens een van de zaken waarom wij, een van de redenen waarom wij hem in Zweden hebben besteld. Bij de Zweedse afdeling van het bedrijf zelf. Gewoon vanwege service. De mensen die de DJI drone hebben ontwikkeld, die zitten achter deze powerpack. Die hebben deze powerpack ontwikkeld. En daar kun je alles van op internet vinden als je dat verhaal interessant vindt. Hij is uit de doos. Hij is uit de doos. Wat een doos. Oh, nou draai hem erom. Wacht even. Handvaartjes zitten er. Spannende handvaartjes. Put your hand in the box. Find the product handle. You must grab it and then lift the box. Aha. Mm-hmm. Lijkt wel zo'n mystery room gedoe. Oké. Dus find the handle. Ja. Aha. Dit is. Oh, kijk nou joh. Oh. Wauw. Claim your warranty. Dus elke verdieping, alles wat je uitpelt, komt er een verrassing uit. Dit is wel heel mooi gedaan allemaal, zeg. Wauw, quick start guide op de buitenkant van de envelop. Ik heb, ik had gisteren nachtdienst en toen heb ik online de gebruiksaanwijzing zitten lezen. En daar staat ook bij dat de meeste mensen hebben daar geen zin in, maar lees dan in ieder geval deze regels. Druk je tik gedrukt. En dat is in feite ook een quick start.
Nou, deze hebben we binnen. Oké. En laag schuim. Nou, dan komt de stoptas tevoorschijn. En daar komt hij. De Easy Flow. Oh, oh, een doos met snoeren. Oké, nou, dan gaan we er eens even bij zitten weer. Want wat hebben we hier? Het powerpack zit in een stoftas. Die gemaakt is gewoon van vrij stevig spul. Maar er zit geen gewatteerde binnenkant in of zo. Het gaat dus puur ook om stofvrij op te bergen. Eén rits in dus. Eén rits, ja. Nou is het zo dat hij niet volledig opgeladen mag worden vervoerd. Dat heeft met veiligheid te maken. Het is een lithiumbatterij uiteraard. Dus hij zal op ongeveer 30% zitten. Dit is hem. Maar, Geertje. Wat vind je ervan? Nou, in ieder geval, we hebben hier aan deze kant 1, 2, 3, 4. Internationale stopcontacten. Gewone stopcontacten die we kunnen gebruiken. Ja. Een, is goed. Ja. Een sigarettenaansteker stopcontact. Om te gebruiken. Ja. Dit is nog gebruik. Ja. Dan krijgen we deze kant. Deze kant heb je wel. Zo, klik. Oké. Okay. Aan deze kant heb je zowel zonnepanelen als sigarettenaansteker input. En hier heb je een, DC of AC? Stopcontact. DC, dat is voor je is gelijkstroom, dus het houdt zeggen, wil zeggen voor zonnepanelen en je auto-akken. Ja, en dan is dit AC, dit komt uit je stopcontact. Ja. Dus dit is input. Dit knopje is een soort reset-knop. Als de EcoFlow Delta overloadt, dus als die te warm wordt, of op wat voor manier dan ook ontdekt van hé, wacht even, nu moet er even gestopt worden, dan komt dit knopje naar buiten. Klik, hoor je dan ook. En dan moet je even wachten tot hij bijvoorbeeld afgekoeld is of juist opgewarmd is, omdat hij misschien al te koud is. Dan moet je dat knopje weer indrukken en dan kun je hem gewoon weer gebruiken. Dus dat is een zekering, een zekerheid. Nou, en als je dan naar de andere kant gaat, dan heb je hier een display. En als je hem aandrukt, zo, dan gaat hij aan. Dan geeft hij aan dat hij 29% geladen is. Hij doet helemaal niks. Hij heeft geen input en hij heeft geen output. Dat is wat de informatie hier zegt. Hier geeft hij ook in een cirkel aan dat hij iets meer dan een kwart lading heeft. Bijna een derde. Je ziet hier vier USB-A ingangen. Waarvan er twee normaal laden zijn en twee snelladers. En dan heb je twee USB-C stopcontacten. En DC power, oh ja, en een schakelaar inderdaad. Je kan ook nog tussen 50 en 60 hertz schakelen, als je dat zou willen. En de aan- en uitknop zit dus hier. Daar zitten stickers op met allemaal informatie. Er zit een stickertje voor het ruitje, om hem te beschermen hier. Hij is gemaakt van kunststof, van behoorlijk stevig kunststof. En als je hem zachtjes kantelt, dan kun je zien dat aan de onderkant een rubberen voet zit, aan beide kanten. Waardoor die heel moeilijk te verschuiven is. Aan de onderkant heb je dus informatie over het product, je serienummer en dergelijke die je nodig hebt voor het geval je een probleem hebt. Dan heb je aan beide kanten, in het grijze gedeelte, heb je ventilatoren. En er zitten ook nog binnenin ventilatoren om de hele unit af te koelen. En die gaan ook aan zodra je aanspraak maakt op de energie. Nou, dit is hem. Hij weegt dus 14 kilo. De dimensies, die weet ik niet uit mijn hoofd, maar die zul je even van het internet moeten plukken als je dat interessant vindt. Als ik hem zo bekijk, dan is hij groter dan een standaard accu. Maar hij is niet groter dan twee accu's. Dus hij neemt minder ruimte in beslag. Een stuk lichter. En een stuk lichter, ja. Want de Vartas die wij gekocht hebben, die wegen 22 kilo per stuk. De doos. Het doosje. Het doosje. De EcoFlow Delta wordt geleverd met verschillende snoeren. En
Ik denk dat je dit lipje... Hij doet het. Het doosje doet het. Yes. Dat zijn als het goed is 3 snoeren. Nou, je hebt dus een snoer waarmee je hem dus gewoon aan het net aansluit. Dat is deze. Die past dus aan de andere kant hierin. Deze. Dan heb je een snoer waarmee je de zonnepanelen aansluit. Dat is deze. Die gaat hierop. En dan heb je nog een snoer waarmee je, waar ben ik? Hier. Dezelfde ingang hebt, maar waarbij je hem kan laden via de sigarettenaansteker. Dan heb je er een quick guide bij. Do-it-yourself instructions for non-MC4 connector solar panels. De MC4, dat is een modernere manier van aansluiten van zonnepanelen. Maar er zijn er, ik geloof dat heet CEA of iets dergelijks. Dat zijn de wat ouderwetsere zonnepanelen. Of tenminste de aansluiting ervan. En dan moet je connectoren gaan kopen of adapters gaan kopen. En deze, dit zijn de modernste die je kunt krijgen. Dat is dus wel even iets waar je op moet letten. Als je dus deze unit wil kopen en je wil zonnepanelen erbij kopen die niet van EcoFlow zelf zijn. Dan heb je dus in ieder geval adapters nodig. Of een zonnepaneel die deze ingang heeft. Hij laadt zichzelf op als je zonnepanelen gebruikt. En dan beperkt hij zichzelf tot een inflow van 400 watt per keer, zeg maar. Dat is om zijn batterij te beschermen, zijn lithiumbatterij te beschermen. En hij doet daarmee, als je perfecte zon hebt, dus je hebt de perfecte omstandigheden, dan doet hij daar 4 uur over van 0 tot 100%. Ook dat is ongelooflijk snel. Wij vonden het een ongelofelijke plus dat je dit apparaat aan kan sluiten aan je netstopcontact en binnen 1,5 uur 100% hebt als hij op 0 zou staan. En gelijk het apparaat mee kan nemen en weg kan rijden. Want zo zitten wij wel een beetje in elkaar van, we zullen weggaan, weet je wel. Dat lijkt me wel leuk. Nou, dan bijvoorbeeld Geer is aan het werken en die komt over 1,5 uur thuis en dan heb ik hem opgeladen. En dan is de boel ingeladen in ons maxietje. Dan hoeven we hem alleen maar onder de arm mee te nemen en dan zijn we klaar. Dus dan hoeven we niet van tevoren te plannen. Hij moet een etmaal staan te laden of wat dan ook. Dus dat vinden wij wel heel prettig. We gaan hem zeker weten testen. We gaan hem eerst eens opladen tot 100%. En dat gaan we doen. Je zat net even een envelopje te maken. Het is tijd. Okay. Je hebt 2 jaar garantie. Sowieso 24 maanden garantie. Je moet het wel claimen. Doe je even registreren, maar dat is logisch. Ze willen weten wie jij bent en welk product je hebt gekocht. Dit soort apparaten zijn echt een noodaggregaten. En zijn bedoeld voor recreatief gebruik, zoals bijvoorbeeld inderdaad in een camper of een cabin. Er zijn verschillende mensen, ook hier in Zweden, die dit apparaat meenemen naar hun jachthuisje gaan. De sommerstuga, zeg maar. En hem daar neerzetten en alles erop laten draaien. Dus de tv, de koelkast, de vriezer, de lichten, ze laden de elektronica ermee op. En dat kan die gerust een week zonder problemen. Dat vinden wij leuk en dat vinden wij belangrijk. En dan gaan we testen. We gaan hem sowieso opladen. Ik weet niet of we dat in deze vlog allemaal kunnen. Alle tests die we willen uithalen met hem. In ieder geval het opladen laten we zien. En redden we het niet, dan krijgen jullie dat absoluut in een latere vlog te zien. Oké, we gaan hem aansluiten. Ja. Het is wel zo, als je hem snel wil laden, want je hebt de keuze om hem op fast of slow te zetten. Dan moet je hem wel op een groep hebben die 12 ampère aan kan. Ik kon het gaatje niet vinden. Oké. Ja. Allekido. Daar gaat hij. Hier kun je zien wat de input is. Ja. Op de display kun je zien
wat hij naar binnen had. In het beste geval als de accu's koel zijn en de omstandigheden, dus het stopcontact kan het aan en je hebt hem op snel laden staan, dan kan die over de 1000 watt trekken uit jouw netwerk. Nu zit hij op de 6,5 ongeveer. De input en de output zijn allebei weergegeven in watt. Nou, wij zijn geen technische mensen, dus wij gaan niet met metertjes lopen gooien en dat soort dingen. Dat ziet er allemaal interessant uit, maar dat zou oneerlijk zijn, want daar hebben we gewoon geen verstand van. Als je goed kijkt naar het display, dan zie je dat hij links een 1 aangeeft en dat is 1 uur. Hij heeft dus een uur nodig om op 100% te komen, zegt hij. Nou, we laten hem lekker gaan en we merken het wel. De ventilatoren die je hoort, die kun je vergelijken met het geluid van een grote desktop computer. Dus het is geen vervelend geluid. White noise. 31%. Nou, dat gaat goed. Tot straks. Wil je aanspraak maken op die 2 jaar garantie, dan zul je de dozen moeten bewaren. Want ze willen dat die in de originele doos wordt teruggestuurd als er wat is. Wat je wel heel erg ziet, met de zorg waarmee dit allemaal gemaakt is, daar herken je wel de jongens van DJI in. Dus dat team. Als je kijkt naar Forbes, die heeft aandacht besteed aan het team, het tech-team van DJI. En dat heet de EcoFlow Tech. Het is een profile, een profiel. Forbes heeft geschreven over... Nou ja, de eerste die ze toen gemaakt hebben, dat was de EcoFlow River. En hier staat dan ook het hele verhaal. Ze hebben prijzen gewonnen ook. Ze waren op zoek naar de perfecte dronebatterij voor de DJI. En uiteindelijk zijn ze hierop terechtgekomen. Een jong stel ingenieurs. En daaruit is gewoon een prima product gekomen. Wat uiteraard niet voor iedereen waarschijnlijk goed is. Omdat je wensen verschillen. Maar ik denk dat hij voor ons een goede aanwinst is. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Anders hadden we de gok niet genomen. 10 minuten nog. Nou, dat klopt wel. We zijn 45, 50 minuten verder. Netjes. 34% input. Hij zit nu op 735 watt input. Niet warm. Nou, hij is er. Helemaal klaar. We hebben, zoals Geertje al zei, een hoop onderzoek gedaan. En nou kan dat via internet altijd heel snel. Je moet altijd uitkijken wat je leest en waar je het vandaan haalt, je internet, je informatie. Maar dat is logisch, dat moet je altijd doen, vind ik. De broodje afhalen, scheiden van het, de echte wetenschap. En nou, je keuzes maken. Nou, wij gaan hem de komende dagen testen onder allerlei omstandigheden. Geer gaat de apparatuur op aansluiten. Gaat er gereedschap op aansluiten. We gaan kijken hoe die performt als het gaat om het opladen van al onze kleinere apparatuur tegelijk. Moet allemaal kunnen. Dus we gaan het zien. Oké, ik hoop dat jullie deze unboxing leuk vonden. En kom alsjeblieft met je commentaar, uiteraard. Feedback is altijd welkom. Nou, en dan zien we elkaar bij een volgende vlog weer. Ciao!